Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog een stap gezet in de facilitering van de Surinaamse diaspora-gemeenschap. Per 1 juli kunnen vreemdelingen van Surinaamse afkomst in aanmerking komen voor het bijzonder visum. De voorwaarden hiervoor zijn dat de personen de leeftijd van 65 jaar moeten hebben bereikt. In Suriname moeten zijn geboren en over een andere nationaliteit beschikken. De wettelijke echtgenoten van de voornoemde groep kunnen ook gebruik maken van deze maatregel van BUSA als zij naar Suriname afreizen voor vakantie. Middels het verstrekken van het bijzonder visum wordt de diaspora-gemeenschap in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De introductie van dit visum moet ook gezien worden in het kader van de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname. Het bijzonder visum kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland.